Dag meneer. Dag meneer. Drak hier. Hoe is het? Drak hier. Hoe is het? We zijn een blinde meid. Ja, want wat is hier, wat gaan we bekijken hier? Ik koop een apart bank. En koop een apart, die is wel heel benijd hoe dit systeem nou werkt. Want dit bestaat nu al een aantal jaren en ik gooi die munties erin. En dan? Nou, ik zal eerst even vertellen wie ik ben. Hè. Dat is wel misschien net zo makkelijk. Ik ben Goos Engels, ik ben voorzitter van de smederij in Heerlem. Goos, ik heb de goede te vangen. Dus wat dat betreft heb je een goed adres. Ik heb de goede te vangen. Wat we hier doen is, we laten mensen van Heerlem in de loop van het jaar vragen wij wat voor ideeën, als ze nog ideeën hebben voor het dorp. Voor de leefbaarheid voor het dorp, voor het dorp bij elkaar, een soort naberschap van Heerder. En dan hebben we één keer per jaar hebben we dus een verkiezingsavond hier. Dat houdt in dat de mensen die krijgt alle ideeën voor zich. Dat we visualiseren en ze krijgt allemaal 5 munties en dan mag ze dan in de desbetreffende ideeën gooien. En we gaan bij nummer 1 begonnen, want we kunnen niet altijd al ideeën honoreren. We begonnen bij nummer 1 tot we geld op hebt, wat we ter beschikking hebt. En dan die mensen die mag hun idee dan uitvoeren. Hoeveel geld is er beschikbaar nou in 2019 voor 2020? We zijn ooit begonnen met €50.000, dus dan kun je door een beetje bestellen. Op het moment zitten we op €6.500-€7.000. Maar dat komt natuurlijk ook, daar zijn we het ook niet echt helemaal mee eens, maar het komt natuurlijk ook dat in de loop van de jaren met de zoveel smederijen bijgekomen. In het begin waren we maar met 3 of zo, Heerlem en alles wat. Maar nu zijn we misschien wel 13 en dus dat geldt me er allemaal over. Er is 1 bedrag en dat wordt verdeeld over al die smederijen. Ja, zo kun je het wel zien. En dan giet wel iets naar de grootte van het dorp. Giet dan ook weer iets. Weerst dan het grootste dorp krijgt dan weer iets meer dan een klein dorp. Maar de verdeelde sleutel is wel bekend, ja, zeg maar. Nou, ik heb vragen. Ja, ik kan hem zo niet stellen, maar ik heb hem op papier. Goos, kun je niet met die beantwoorden? Ja, misschien. Misschien, maar ik zal hem even zoeken als ik hem heb. Goed, dit is de vraag. Toen de smederijden die besteed nou? Ik dacht 15 jaar of zo. En in die tijd was er een afspraak wanneer een club, vereniging, groep toewijzing had, dat het jaar dorp uit te sleutelen was. Ja. En is dat gewijzigd? Nee, is niet gewijzigd. Nee. Dat besteed nog steeds? Besteed nog steeds in principe. Maar dat geldt niet alleen voor clubs of verenigingen. Wij vinden dat je het ene jaar, bijvoorbeeld de siertuinvereniging, heeft vorig jaar ook niet meer gedaan. Omdat we dan gewoon zeggen van jullie bent al een aantal jaren, hebben jullie al wat adem, noem maar een keer overslaan. Maar wordt dat voor die tijd niet gezegd van jongens, jullie hebben vorig jaar, zoals de korfballen, vorig jaar geloof ik, hele mooie parasols gekregen? Ja. Of was dat het jaar de Vura? Maar ja, het was een jaar de Vura. Maar het maakt ook niks uit. Het kan ook best zijn dat ze 2 jaar achter elkaar wat kreeg. Maar het kan denk ik ook wel zijn dat ze de komende 2 jaar, dat we zeggen van je hebt een substantiedeel van onze dingen op geconsumeerd. Dat is nu is er in een ander aan de beurt. Maar goed, wanneer komt die waterput er nou in de spoeltunen? Ja, weg van het jaar bijvoorbeeld. Geen idee van de spoeltunaat. Dat is wel heel slecht. Dus als we geen idee van de spoeltunen hebben, kunnen we geen waterputten aanleggen. Nee, want die moet dat wel doen. En met op papier. En mag je stiekem zijn, goos, heel stiekem, hè? Mag je stiekem zijn wat het mooiste idee is voor u? Nou, mooiste weet ik niet, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we volgend jaar een goed bloemkorso krijgen. Met iets meer kan en dat we het echt kunnen laten zien. Het bestaat 50 jaar, dacht ik. Dat we helemaal uitdragen, want het is natuurlijk een geweldig uitdragingbord voor Heerlem. En dat we dat volgend jaar ook echt kunnen laten zien van dit is Heerlem en daar doen we het misschien al. En bestaat volgend jaar de smederij ook nog steeds? Ja, absoluut. 100%. Goed, dankjewel kerel. En voor vanavond heel veel succes. Is vanavond de uitslag bekend? Ja, we trekken het uit. Dus je kunt niet weg nog. Oké, dank je. Half 9. Half 9? Ja. Jan van Ommen. Jan van Ommen. Ooit was hij invaller. Hij is nog steeds invaller. Is hij nog steeds invaller? Het wordt waarschijnlijk nog weer anders, maar voorlopig ben ik nog steeds invaller. Ik blijf gewoon hier zitten. Maar wat mij betreft wel, ik vind het wel gezellig hier. Is toch? Het is ook een heel gemoedelijk dorp. Als iemand ertussen zit,
En ze zegt, die Jan van Ommen, dat hebben we. Jongen, dat gooi je nooit meer weg. Nee, precies, precies. Maar ja, we hebben ook een organisatie en die beslist wel eens anders. Dus ja, zo kan het wezen. Dat, Die organisatie is te log, te groot en te onoverzichtelijk. Het is mijn werkgever en ik ben er heel blij mee. Maar ik heb ook wel eens wat verbeterpunten, inderdaad, links en rechts. Ja, dat klopt. Mag je die ook inleveren? Die kunnen we inleveren, ja, die kunnen we best wel inleveren, ja. Want dan heet nog wel wat puntjes, denk ik. Nou, het valt wel met, dat valt wel met. In grote oh, Jan van Ommen moet gewoon weer in het dorp komen wonen. Moet gewoon in van volk worden. Oh, Jan van Ommen woont ook in het dorp. Hier in de buurt? In Nijdorp. Dus dat is vergelijkbaar met... Kerel, dat stok, dat kun je toch niet fietsen? Dat kun je vandaag niet fietsen? Nee, dat ga ik ook niet fietsen. Dan ga ik met de auto en dan zet ik hier mijn bus neer en dan pak ik een fietsje eruit en dan fiets ik door het... Maar vind je ook niet, Jan, dat de wijkagent gold waard is? Ah, ik vind dat wij kunnen heel veel voor elkaar betekenen. Wij kunnen heel veel informatie halen, we kunnen heel veel brengen. En we moeten met elkaar in overleg om zaken goed te regelen. Want iedereen wil, wij en jullie, dat hij prettig in het dorp woont. En dat is eigenlijk de enige drijfveer. En veilig. En veilig, natuurlijk. Ja, dus daar kunnen we ook wel wat voorlichting over geven. Hoe het veiliger kan, hoe het anders kan. Een beetje naberopen en hoe je elkaar kunt in de gaten kan houden. In de zin van, we passen op elkaar. Niet van in de gaten houden, maar we passen op elkaar. Ik heb een buurman of een buurvrouw die iets meer hulp nodig heeft dan gemiddeld. En dan let ik er een beetje op. Dat is wel... Nou ja, dat is ook wel zo. Maar dan heb je een nadeel, want die mag niet stemmen, hè? Nee, dat klopt. We moeten onze onpartijdigheid borgen, hè? Zo werkt het, ja. Maar heb je leuke ideeën in zinnen waar je van zegt van dat zo mooi weer als dat in dit dorp kwam? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee waar jullie behoefte aan zouden kunnen hebben. Zeg. Jan, volgend jaar bestaat Bloemkassel 50 jaar. Dat wordt een heel groot kassel. Ja. Ik ben bang dat hij de knol in de buizen krijgt, kerel. Nou ja, als dat een idee is en iedereen staat erachter, van harte, natuurlijk. Ja. Wij spreken elkaar en wij maken eens een keer een voorstel rond hier. Dat is mooi, dat gaan we doen. Ja? Ja. Dankjewel, Jan. Mevrouw Burgeling stiet bij nummer 2. Welk is dat? Van de jeugdhuis. Waar stiet dat voor? Voor de jeugd. Voor de? Voor de jeugd. Zij gooit in de bussen voor de jeugd. Zo doet ze dat. Goed zo, meis. Al vol. Hoor, ze vlucht er weer. Ik ga er weer kijken. Waar gaat ze toch in? Oh, ze gaat hier allemaal. Ik ga die kant op. Ik ga die kant op. Beda, ik heb een vraagje. Wat is de belangrijkste pad voor vanavond waar de muntjes in moet? De culturele vereniging, hè? Ja, nee, dat deel ik met u. Maar wat vind je dan van de bloembollen? Oh, de bloembollen vind ik ook wel goed. Maar ik vind de kinderwerk ook goed. Kinderwerk is ook goed. Ja, maar ik vind het allermooiste van de culturele vereniging. Nou, kunt ze maar 7000 euro verdelen vanavond? Oh, dat is maar weinig. Hoe vind ik aan alles, hè? Zullen we daar eens werk van maken? Ja, dat maak ik er maar eens werk van. Gaan we doen, Bert, hè? Ja, is goed. Oké, hoe was de voorbereiding? Goed. Ja? Prima. Was het leuk? Het was leuk, alleen de datum was verkeerd. Want? Wij hebben het gewoon op dankdag en dat hadden we niet in onze agenda staan en dat is wel gebeurd. Maar dat wisten we dus niet, dus dit niet bewust gebeurd, maar het is wel gebeurd. Nou ja, maar dan is het toch ook een excuus gewoon. Ja, sorry, dat gebeurd is, maar verder ja, kun je niks aan doen, toch? Ja, en volgend jaar gaan we dubbel opletten, als het wel goed gaat. Niet met de dankdag. Gaan we dan het bedrag ook weer verdubbelen? Ja, misschien wel, ik weet het niet. Maar daar ben je niks over te zeggen, hè? Wie bepaalt dat? De gemeente Hogeveen, de smederij. Dat kreeg een budget. Dus we moeten meneer Pillen ermee door te zijn? Nou, ik weet niet of hij er wel invloed op heeft. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ja. Is hij hier vanavond, Liedinke? Nee, hij is er niet. Kijk, dat mensen, hè? Hij was ziek, hè? Hij is ziek. Oh, ja. Nee, sorry, Martin. Beterschap, jongen. Ja, beterschap. Ja. Maar wat denk je van vanavond? Nou, goede opkomst. Is altijd zo. Ja, ik had wel gehoopt dat er nog meer jeugd was. Maar ja, dat is...
ook in verband met andere dingen. Maar ja, de jeugd is er niet zoveel en dat is wel jammer. Ja, maar ik was ook altijd een zeurmurenbeddeling. Ja, maar die jeugd bedoel ik niet, hè. Oh. Ik bedoel de andere jeugd, hè. Oh. Die graag op Helen wil blijven en dat, die... Dat is een punt wat we nog een keer afsnijden. Ja, ja. Nou, dat bedoel ik. Dat doen we. Ja, is goed. Linneke, bedankt. Ja, jou bedankt. Joop. Jongens, luister eens in. De culturele vereniging, ik hoor heel veel dat ze deze graag willen hebben. Ja, klopt. Maar we gaan hem redden hier. Als ze wat ja, maar hem. ze wil het van hoe weten. Ja, wij willen hem. Wij moeten gewoon hem. Of niet, Adam? Kijk, zo doen we dat. Hij is zo bang in die jongen. Ja. Maar sommigen zijn al bang als ze zo'n microfoon ziet en wordt zo bang, hè? Ja. Ik weet gewoon dat de culturele vereniging vandaag weer goede zaken doet. Ja, ik hoop het. Ben je er blij met? Ja, zeker weten. Ja? Ja, tuurlijk. Ik vind dat wij een idee hebben voor het hele dorp. Iedereen heeft er wat aan en we kunnen er overal gebruik van maken. Ja, vooral in de feestweek zelf kunnen we er boel gebruik van maken. En we hebben er een boel profijt van, denk ik. En mag ik het dan ook gebruiken voor mijn verjaardag? Nou, omdat die het bent. Goed? Kijk, zo doen we dat. Dankjewel. Dankjewel, jongens. Hey dames. Hallo. Als jullie een mooi fassie zingen, dan gooi ik een muntje erin. Ik ga niet zingen. Ja, ik gun jullie van alles, maar dat wil ik ook graag wat doen. Oh nee. Er is er een jarig, hoera, hoera, de kuila. Ja, nou, daar ben ik al tevreden mee. Heb je er ook nog een Sinterklaas lady? Was ook alweer Sinterklaas, ja, wat is een... Sinterklaasje, kom maar binnen met je knet, want we zitten allemaal even. Nou, dat bedoel ik. Kijk, ik doe wat ik gezegd heb. Gooi je die straks in een busje? Ja. Ja? Ja, ik doe wat ik gezegd heb. Jongens, makkelijk zat. Daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Heel veel succes. Ja. En ik hoop dat jullie het spul bij elkaar krijgen. Ja, dankjewel. Jubileum editie Bloemkosso. Hé, hey Ina. Ik zag hoe was het over dat grote bord. Wat is hier te doen? Ah. De lampen. De lampen. Is dit het voorbeeld wat het ongeveer moet winnen? Nee, totaal niet. Wij willen graag wat groters. Hier heeft de jeugd niks aan. Vindt de jeugd dit echt belangrijk? Of zegt ze van dat gevalent met de sfeer? Wat is nou een disco zonder lam? Ja. Wat is nou een disco zonder lam? Niets. Niks. Maar ik denk wel, als je heel goed gedraagt, dat je vanavond nog een knolletje krijgt. Ja, hè? Dat weet ik niet. Als je door de lampen opzet, dan begint ze eerder uit te komen, hè? Jawel, maar als je met groot gebracht wordt met lamp, dan kan ze vertellen naar de disco. Dus dan weet ze wat dat is. Dat is een voorbereiding al op volwassenheid. Nou, ik hoop het. Ik hoop echt dat jullie dit voor elkaar krijgen. Ja, met zo'n lamp kunnen wij toch niet 70 kinderen blieden maken. 70? Ja, met zo'n lampie. Waar wil je die 70 weghalen? Nou, die komt op de disco. Waar wil je de bus? In Vonder, hè? Elke derde vrijdag van de maand. Jongens, dit komt goed. Dit komt goed. Alsjeblieft, mag je die in busje doen? Want die weet ik niet te vinden. Maar ik weet nou wel dat ik weet op wie ik stem. De tennisbaan toegankelijk maken. Ja, zeker. Man, want we hebben een geweldig mooi complex dan natuurlijk. Hè, met de voetbal en met de korfbal. Maar er liggen twee prachtige tennisbanen en die wordt niet goed gebruikt. Want ze zijn eigenlijk niet in goede staat. Hoe kan dat? Ja, achterstallig onderhoud misschien. Of te druk met andere dingen. Maar eerlijk. Moet je het achterstallig onderhoud zelf betalen? Nou, ja. Dat moeten wij zelf betalen. Gemeente Hoogeveen, hè? Jullie waren sportief, hè? Sportieve gemeente. Dan moet je ook zorgen dat er sportieve tennis kan worden. En dan moet er schone merk worden. Jullie hebben toch eerder een uurtje over dan zee? Nou,
Je hebt het helemaal goed gezegd, Koop. Toch? Ja, zeker. Want natuurlijk wil ze wel alles promoten om ons aan het sporten te krijgen. Hè? Maar dat is natuurlijk hartstikke gezond. Maar ja, wij moeten wel een hele bulte zelf betalen. En de kosten voor de huur van het veld, bijvoorbeeld voor Carbon, bindt wel met 10% de steen onderhand. Hè? Dat is wel een hele bulte. En dan minder voor de smederij. Geen goede verhouding. Geen goede verhouding. Ik vind het wel jammer, maar goed, dat geeft niks. Daarom hebben wij deze gelegenheid allemaal gereden. Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat het voor elkaar komt. Ja, maar dat komt zeker goed. Daar hebben we alle vertrouwen in. Kijk, door Oliver. Dat hoor ik graag. En zo, ja, nou, kijk. Dit is nou ene waar als ik heel veel vragen bij had. De ouders die betalen toch vrijwillige bijdrage? Ja, maar dat is niet voor de shirties. Die shirten bent er voor de leerling? Ja, klopt. Die shirten bent er voor de festiviteiten van de scholen? Klopt. Dus hoort die shirt toch vanaf de scholen te komen? Nee, dat kan tegenwoordig niet meer. Echt waar? Is zo slecht gesteld? Ja. Serieus? Meen ik dat echt serieus? Dat is serieus. Nou, hier schrik ik van. Echt waar. Er is zoveel wat Olders doet, wat Olders bijdraagt en wat het geld krijgt van u doorgevinden, dan moet er toch wel hele mooie sportshirts voor te krijgen winnen. Voor krijgen ze tegenwoordig niet meer. Het zit er niet meer bij je. Gerry, als je nou een sponsor loopt, zul je dat helpen? Dat doen wij al. Je hebt allemaal acties gedaan, maar hoeveel geld moet je nou nog hebben? Genoeg. Genoeg is te weinig, maar wat is te vullen? Het is nooit te vullen. Ja, kijk, hoe kan ik dit nou winnen? Dit kan ik niet winnen. Ik hoop dat jullie het voor elkaar krijgen. Dat hopen wij ook. Hey, alle leerlingen activeert? Ja. En ze komt allemaal in die muntjes erin gooien? Als het goed is wel. Hebben jullie feest? Ja, dat denk ik wel. En loopt ze weer mooi bij. Kom hier mooi te staan, koop maar op pad denk ik. Ja, en een nieuw logo van de vogelvlucht. Heb ze een nieuw logo? Is dat al bekend? Wanneer is dat bekend? Hoe lang duurt dat nog? Buiten nog, dat weer. 2020. Nee, wel eerder. Volgende maand. Gaan we doen, volgende maand. Kom goed. Dames, succes. Dankjewel. Hey Volkie, kom maar op pad. Gezellig hè? Wij maken een heleboel filmpjes. Overal. In de gemeente Hogeveen en wat het maar leuk is. Heb je suggesties of mooie ideeën? Schrijf ons in. Hieronder staat het e-mailadres. En als je onze filmpjes leuk vindt, hier staat het abonneren. En abonneer u dan op onze filmpjes. Koop maar op pad. Een wekelijkse rubriek met altijd een beetje muziek.